Ik reed in een bocht en ik was in één keer al mijn snelheid kwijt en dat bleek een waterstofvlek te zijn. En de winnaars achieved the 1227.5 kilometers. Afgelopen jaar zijn we begonnen in september met het maken van de Ecorunner 5. Ik ben daarvoor ben ik eigenlijk een jaar gestopt met studeren, zodat ik echt een jaar vol in zo'n project kon werken. Want ik vind het gewoon echt super interessant om te kijken waar je heen kan met waterstof en hoe zuinig kun je nou uiteindelijk rijden. En het bijzondere van waterstof is natuurlijk dat het een hele andere brandstof is dan, laten we zeggen, diesel of benzine. Sterker nog, het is eigenlijk een brandstof zonder uitstoot. Dus het is in feite een hele duurzame brandstof. In feite zijn alle grote automerken die zijn al lang bezig met waterstofauto's. En die ontwikkelingen die lopen goed. Zij het dat in Nederland dat nog niet uitgerold wordt, omdat je hier nog niet echt die tankinfrastructuur hebt. Maar in Duitsland, waar dat al veel beter geregeld is, bij onze oostenburen, daar zie je al dat er aardig wat auto's rijden. Dus we kunnen ons hele elektriciteitssysteem uiteindelijk met die automotor, die brandstofcel in die automotor gaan voorzien. We hebben dan de centrales niet meer nodig.